weet. Ja. Dat is een muts, kerstmutsje. Oh, oh, oh. 3 A's, dat is wel al heel positief. Kijk eens aan. Wow, dat is wel echt cool. Oei. Oh my god. Oké, okay, ja. Hey! Nee. Oma. Poep oma. Nu staat er gewoon poep oma. Wat is dit? Nee, we hebben vandaag super leuk nieuws, yes. Want we hebben de giveaway! Ja, ik ging zeggen, we hebben 100.000 abonnees gehad. Ja, Celine denkt direct al een stapje verder. Ze heeft dat wel vaker anders. Maar we hebben dus 100.000 abonnees gehaald. We willen jullie allemaal bedanken. Want als we zeggen, wij hebben 100.000 abonnees gehaald. Ja, dan is dat ook jullie, hè. Ja. Wij allemaal. Team Semi. Wij allemaal. Dus dankjewel daarvoor. Bedankt voor alle steun. We zijn ook nog maar 5 maanden bezig met ons Nederlandstalig YouTube-kanaal eigenlijk. Dus ja, alles gaat gewoon super snel. En zoals Celine al zei, hebben we een giveaway. Ja. En Celine mag de giveaway pakken. Die ligt hier onder. Klaar? Hey! Een Nintendo Switch. Een Nintendo Switch. Ja, dat is super cool. Maar we gaan dus een Nintendo Switch weggeven. Ja. En alles dat jullie hoeven te doen om die te winnen is... ons volgen op Instagram, abonneren op ons YouTube kanaal, ons volgen op TikTok. En onder deze video moeten jullie reageren. Ik doe mee. Perfect. Amai. Was dat mooi? Ja, ja, dat was heel goed gezegd. Dus hopelijk is alles duidelijk voor jullie. Mm-hmm. En dan wensen wij jullie veel succes. En de winactie eindigt op... 25 december. Ah, ik ging zeggen 24 december. Zo kerst, kerstavond. Ah, nee, ja, 25 is kerstdag. Ja, 24. Oké, okay, we gaan voor kerstavond. De winactie eindigt op 24 december. En ja, veel succes iedereen. En voor de mensen die iets gaan reageren over mijn puist, ik weet dat ik een puist heb. En als er iemand iets zegt over deze puist, dan krijg je deze Nintendo alvast niet. Oh, dus, niet reageren over Celina's puist. Het is echt al een dikke puist. Ja, amai. Ik ben zo opgestaan. Maar dat is menselijk, dat is menselijk. Ja, dat is menselijk. Dus... mondjes. We gaan voor 8888 likes. Maar Celine, vandaag gaan we spelen. Als je het woord raadt, koop ik het voor je. Oké. En dat wil zeggen dat we eerst een spelletje gaan spelen. Dat spelletje heet Galgje. Oh. Zeg ik dat juist? Galgje. Galgje. En dan heb jij dus een woord in gedachten dat jij potentieel voor mij wil kopen. Mm-hmm. Dus als ik het woord raad, ga je het ook voor mij kopen. Ça va? Oké, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters. Oké, dat is wel super lang. Ja. Ik heb geen hok. Ik zeg de letter A. A? Ja. Oei. A. Maar ik ga eerst voor de klinkers, ik ben slim. Okay. A-E-E. Ja? Wacht even. Oh, oh, één eetje. Oh, nog een eetje? Oei. Ja, maar ja, Celine! Valspeler! Zo. Maar, ah, 3 E's. Ja. Was wel een goede hok, wacht hè. A-E-I, de I. De I? Nope. De I niet. A-E-I-O, de O. Nee. Oei. De M van Michiel. Oh, hier is ze. De L van Michiel. De L van Michiel. Ah wel, Michiel. Men, dat eindigt op een L. Oh my god. Nee? Oei, nee. Oei, oei. Een T. Een T? Nee. Nee. De C van Kalleboud. Van Céline? Ah ja, oké. Oké, oké. Oké. Ah, de C zit erin. De C zit erin. Oké, oké, oké. Oh, ik denk dat ik het weet. Echt? Mercedes. Oh my god! Is het een Mercedes? Oh. Het is echt Mercedes. Je bent hier echt goed in. Maar ga je mijn Mercedes kopen nu? Let's go. Yes! We zijn onderweg naar de eerste winkel. Winkel? Ja. Hoezo? Wil je naar de garage? Ah ja, ik heb Mercedes geraden. Oei. Maar ja, je hebt al een Mercedes. Dus nu moet ik voor een variant zoeken, toch? Maar welke variant bestaat er op Mercedes? Je gaat wel zien. Oké, Celine heeft mij dus meegenomen. Naar een speelgoedwinkel. Dat is toch super tof? Allee, ja, ja, ja. Wees een keer blij. Maar ja, we zijn al dankbaar, we rijden al met een Mercedes. Voilà. Dus nu mogen we kiezen uit eigenlijk een speelgoed Mercedes. Ja. En er zijn verschillende keuzes. En ja, mijn oog valt natuurlijk op deze. Maar is dat wel een Mercedes? Ja. Ik ga eens goed kijken. Nee, oei, dat, oei, dat is een Lambo. Dat is wel echt chic, hè? Ja, maar leg maar terug. Ja, ga terug zetten. Flinke, dus jongen. Een Mercedes zoeken.
Oh, oh, oh. Is dat een Mercedes, Thomas? Een truck van Mercedes plus een auto van Mercedes. Oh, dat is wel cool. En dat is een AMG GT, wat wil zeggen een heel snelle Mercedes. En rood, ja. Dat is ja, wel rood mooi. Is al mooi, hè? Ja, en jij koopt het voor mij en de prijs is... Ja, voor twee auto's. Maar ik vind dat nu wel de prijs niet waard, eigenlijk. Voor zo'n kanon. Maar toch, dat is maar toch geen 50 euro waard. Deze auto is wel echt chic, hè. Dat is wel 50 euro waard. Ja. Kijk, dat is een kleine Mercedes. Mm-hmm. En die kost maar... Oh, 15 euro. Dat en eigenlijk is dat eigenlijk de Mercedes... Eigenlijk is die cooler, hè. Ja, die is cooler. En dat is eigenlijk die Mercedes die hierop stond. Dus, ah ja, oké. Okay. Snap je? Ja, die is wel leuker. En die is ook op afstandsbediening. Dus ja, dat is wel cooler. En dat is maar 15 euro. Altijd nadenken over het geld, man. Dus die 15 euro vond ik het echt niet waard. Kom, maar dit vind ik echt wel... 15 euro vind ik goedkoop voor dit. Ja, dat is waar. Toch? Ga je nu amuseren, ja? Ja, natuurlijk. Zijn we door? Ja. Let's go. Ik ben super blij met mijn nieuwe Mercedes. En dat was maar 15 euro. Ja, dat is wel lief van jou dat je die van 50 euro terug hebt gelegd. En 15. De E. Ja, die zit erin. Wacht, hè. Oeh. Voilà. Oeh, twee keer. Ja. Oké, okay, oei. Ben je zeker? Ja, twee keer. Oké, okay, de C van Céline. De C van Céline. Oh, oké. Okay, de B. De B... Nee. Oei. De I. De I wel, ja, maar wacht, hè. Zo. Oh my god, dat is echt mijn naam. Ja, het kan. Het kan echt. Wacht, hè. Oh, ja. Twee keer. Oké, okay, ik ga voor de L. Maar weet je al iets of niet? Nee, ja, ik ben gewoon letters van mijn naam aan het spellen. Oei, maar het is niet mijn naam. Ah nee, anders was hier de L. Ja, wacht even. Okay. Ja, ik ben denk ik goed bezig. De M van Michiel. Oh my god. Oké, okay, ja. Semi. Ja. En dan? Wacht, laat me even denken. Cool. Kleding, semi-kleding. Oh, yes. Correct. Zalig. En het voordeel van dit is, dus de challenge is, alles wat je raadt, moet je kopen. Maar dit hebben we al, want wij brengen onze eigen kledij uit. En deze komt zaterdag normaal gezien online, kan ook zondag zijn. Maar sowieso dit weekend. En we gaan één van jullie toren. Oh, dit is wel echt cool. En we hebben ook twee kleuren. Dus, dit is onze allereerste keer dat we, ja, merchandise, zo wordt dat genoemd, uitbrengen. En we hebben gekozen voor t-shirts om mee te starten. We hebben dus rood en zwart. Er staat dus op Semi by Céline en Michiel. We hebben oog voor details. En wat vind je ervan? Supermooi. Ja, het is dat mooi, hè? Dat is echt leuk. Oh my god. Dat is wel cool. En jij krijgt nu één t-shirt. Yes. Welke kleur prefereer je? Rood. Rood? Ja. Oké, dan geef ik jou deze rode shirt. En de attente kijkers hebben misschien al gezien op jouw TikTok, hebben een dansje gedaan. Ja. Maar zo attent moest je niet zijn, want die video is meer dan 2 miljoen keer bekeken. Ja. Maar toch, we hebben hem al gedragen. Ja, we hebben hem al gedragen. En Ella heeft hem ook aangehad in de verstopper te spelen in het trampolinepark video. Dus, ik kan niet wachten totdat jullie allemaal deze t-shirts dragen. Tijd voor een nieuw woordje. Het is echt wel een lang woordje. Ja, precies. Amai. Wow. Ik denk hottentottententententoonstelling. Oké. Oei. Hey, nee, dat was om te lachen. Oké. Dan zeg ik de letter E. Dat is mijn geluksletter. 3 E's. Dat is wel al heel positief. Dan ben ik eens aan het kijken. Kan je nog eens een woordje hokken? Nee. Ik zeg A, E, I, O, U. De A. De A. De A. De A. Ik ga eerst voor de klinkers. Want zo'n lang woord heeft sowieso veel klinkers. A, E, I. Ja, de I. Ja, zeker. Je weet het zelf niet precies. Ja, ik was even aan het denken, maar ik weet... De O. De O? Ja, de O. Oma. Alright, het is iets met oe. En met oe moet ik direct denken aan voetbal. Dus, maar voetbal kan niet, want het is langer. Voetballen kan ook niet. Voetballer, de V. Ik zeg de V. Oh, wow, rustig. Rustig. Nee, voetballen. Nee, ik was in mijzelf aan het denken. Kalm. Ik was in mijzelf aan het denken. Oké, maar dat zijn twee strafpunten. Ik zeg de V. De V. Wie weet is het iets met voetbal. T. B. L. Oh, wacht. Wacht, oh, voet... wat? Ah. Ah, ja, voetballet? Wat is voetballet?
Nu ben ik echt niet mee. Voetballet staat er hier. Voetballetje. Oh my god. Voetballetje. Ja, maar, voetballetje. Wat is het punt? Je wil gewoon een lang woord. Ja, ik vind dat veel leuker. En in plaats van een grote bal, een kleine bal. Oké, okay, ja, oké. Okay. Dan gaan we nu een voetballetje gaan kopen. Oh, hey. We zijn aangekomen. Ta-da-da-da. De Ringlet. Oh, hoe gaan wij parking vinden? Ik denk het niet. Oei. Ja. We moeten nog wat doorheen. Toon is een zotte truc. Oké. Oei. Wow. Wow, dat is wel echt cool. Oei. Wow. Ik was een afgekeerd, maar kan het wel. Kijk. Oh, en nu een TikTok-dansje. Wat? Oké. Oh. Hey. Oh. Wow. Dat is al goed. Dankjewel. Maar, high five. Ja, maar kan je eens kijken naar de kleine balletjes? Oké. Okay. Als voetballetje. Met alle respect, maar deze balletjes... Oh. Wat, zit je hier gewoon de boel af te breken? Wacht. Ik ga je zeggen, met alle respect, maar deze balletjes zijn echt niet leuk. Maar ik ga je verrassen. Leg ze weg. Ze zijn wel op de foam, dat is wel leuk. Wacht. Oh. Oei. Hey. Hoppa. Amai. Ja, maar als je zegt dat je mij gaat verrassen... Ja. Dat is niet expres, hè. Nog niet kijken. Nee, waarom moest ik mijn ogen toedoen? Omdat ik een verrassing heb voor jou. Ja, maar ik weet al wat het is. Een klein balletje. Maar laat je ogen dicht en steek je handen uit. Oké, ik zie niks, hè. Oké. Het is wel echt... Oeh. Oh. Je mag kijken. Waren er lederen balletjes? Ja, je hebt niet zo goed gekeken. Wow, joh! Wow, dat is echt cool! Ben je blij? Waar heb je die gehaald? Ergens? Die lag niet in droomland, hè? Nee, ik ben er ergens anders om geweest. Oh, die is wel echt nice. Ja? Ja, en hard. Ja. Ja. Oh! Ja, dat is wel cool. Is die goed? Ja. Ja, die is goed gekeurd. Oh. Hoi! Ja. Maar ja, dank u. Ik ben echt content. Oh, graag gedaan. High five. De volgende opdracht. Oh, met een balletje. Ah, ja, zeker. De volgende opdracht. Heel veel letters. Ja, maar... Wat wordt jouw eerste letter, Salai? De letter E. Iedereen heeft E als eerste, maar dat is wel een van de meest voorkomende. Ja, dat is waar. Dus. Oh, ik heb alweer prijs. Oh my god. Je hebt sowieso ook iets met tje genomen, hè? Wie weet. Oké, de T. De T, ja. Ja, de J, hè. Oké, het is ook met je, ja. Maar ja, als jij mij een tje doet, doe ik je ook een tje. Oké, dat is wel eerlijk. De K. Oh. Kijk, de R. Ja. De S. Oeh, kerst. Wacht, hè. B-O-O-M. Kerstboompje? Nee, dat kan niet kerstboompje. Oh, ja, Ierse. Nee. Ierse en boompje, Ierse. Oké, de M van Michiel. Ach, ja, maar heb je veel geluk, hè. Hij zegt kerstboompje en dan heb je de M. En het is nog een M ook. Nu de N? Oh ja, ik weet het al. Kerstmannetje! Ah, hoe ben jij zo goed in dat spel? Kijk eens aan. Echt kerstsfeer hier, hè. Echt kerstsfeer. Maar jij moet zoeken naar een kerstmannetje. Een kleintje. Kerstmannetje. Ja, een klein kerstmannetje. Maar je hebt wel veel keus. Kijk eens hoe mooi. Een kabouter of een kerstman? Die kerstman kan niet zien. Dus je moet een kerstman nemen met ogen. Okay. Ik volg jou. Amai, maar zoveel kerstbomen. Oh, hier. Een sneeuwmannetje. Nee, dat is een kerstmannetje. Kijk, dat is die man. Maar die heeft ook geen ogen. Zoek een kerstmannetje met ogen. Okay. Amai, het is hier wel echt mooi. Het is hier super gezellig. Ja, amai. Oh, kussen. Telt dat ook? Ja, dat is wel echt dat is een kerstmannetje, toch? Ja, maar dat zijn kousen met een kerstmannetje. Blijven zoeken. Oh, zoveel keuze. Dit is al een sneeuwman, dat is niet meer mannetje. Is dat ook een kerstmannetje? Dat is een muts, kerstmutsje. Oh, wel lekker mooi. Ja. Dit is ook een kerstmannetje. Oh, dat is een pinguïn. Nee. Okay. Nee. Dat is een kerstsleutelhangertje. Een sleutelhanger? Ja, ja. Wie hangt aan zijn sleutel? Maar, allee, een kersthangertje. Ah, oké. Misschien voor een kerstboom. Ah, ja, dat is wel echt een kerstmannetje.
Ja. Ja. Is dat iets... Oké. Hoe doen we dat? Ja, maar ga je hem niet meenemen? Maar er is zoveel keuze, ik weet echt niet Wacht. Ik ga je gewoon verrassen. Jij mag nu in de auto al gaan zitten. Oké. En ik ga je thuis tonen welk kerstmannetje ik van hier heb meegenomen, want er is echt superveel keuze. Echt? Ja. Oh, dat is wel leuk. Alright, ik ben gaan winkelen en ik heb dit gevonden. Ik kon niet filmen in de winkel, maar kijk eens, Celine. Oh, ze is nog niet aan het kijken. Ben je aan het spieken of niet? Vrouwen nooit vertrouwen. Het is wel een leuke. Handen open. Mijn handen zijn. Maar anders open, want ik ga het gooien. 3, 2, 1. Oh, ja. Wow. Zo klein is ze nu ook niet eigenlijk. Die is echt groot. Veel groter dan dit. Maar die is wel echt mooi. Ja, is cool, hè? Oh, dankjewel. Toon hem eens in de camera. Mijn nieuwe vriend. Ja, die is wel echt leuk. Ja, die is wel echt super en zacht. Oh. Dat is een echt kerstmannetje. Alright, laatste woord. Ja, dat is echt een moeilijk. En hopelijk steunt de kerstman mij. Ja, wie weet. Damn, het is alweer een lang woord. Ja. En ik denk dat het op tje gaat eindigen, dus ik zeg E. Oké. Dan hebben we hier een. Ja, en zet maar op het einde ook een A. Nee, geen tje. Geen tje. Oké, dan zeg ik nu de A. De A. Oké. Oké, dan zeg ik nu de C van Celine. De M van Michiel. De M van Michiel. Ja. Oeh. Ja, dat kan van alles zijn, hè. Dan zeg ik nu de D van Dept. Oei. De P van Dept. De P. Ja. Oh, er is een P. De S. De S. Ja. Nee. De W. 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 Ook niet. Oh, oei. Oei. Ik ga eerst nog voor de klinkers. Dus ja, de U hebben we nog niet gehad. De U? Ja. Nee. Oei, de U. En dan heb ik nog niet gehad de O. De O. En dan heb ik alle klinkers gehad, denk ik. Yeah. Oei. Oei, nu staat daar poep. Oh my god. Oh, nu ben ik wel afgeleid, want... Dat is poep. Nee. Oma. Poep oma. Nu staat er gewoon poep oma. Wat is dit? Celine, wat is die woord? Er staat poep oma op het bord. Oh my god. De V. De V? Ja. Ja? Ik heb echt geen idee. Nee. Ik heb echt geen... Maar oei, ik heb echt geen idee. Ik ga gewoon het alfabet afgaan. De B. Ik heb echt, ja, poep oma. Wat kan ik daarvan maken? A, B, C. De D. Kom op. Oh nee, is mijn laatste nu. Dat is uw laatste. Oh, hoe kan dat? Poep oma, maar daar kan ik echt niks mee aanvangen. Hè. Ik ga gewoon op A, B, C, D. E. De F. Weet je wat het was? I, poep, oma. iPhone. Pro Max. Wat? Maar dat klopt zelf niet. iPhone Pro Max is geen iPhone. Het is de iPhone 11 Pro Max. Ja, dat is een klein detail, maar dat zijn cijfers. En ik dacht dat die mocht bij letters. Nee, dat mag inderdaad niet. iPhone Pro Max, ja. Maar ja. Ja. Dat is heel jammer. Ik was te afgeleid. Dat is goed voor mijn portefeuille. Maar ik was super hard afgeleid ja, van poep, de... Oma, wat is dat dan? Alright. Ik vind het spijtig, maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Ik had niet echt een nieuwe gsm nodig. Nee, dus, dat is ik waar. Ik heb geen nieuwe gsm nodig. Pas op. Bedankt om te kijken en wij zien jullie in de volgende video. Peace. En we gaan voor hoeveel 8888 likes. Veel achtjes.